Yo mensen, mijn naam is Sven. En mijn naam is Koen. En vandaag gaan we testen of onze RC-auto een berg op kan. Let's go. En daar staat hij hoor. Wat is beast. Het plan? Het plan is om op een 30 meter berg, die hier achter ons is, vol gas omhoog te trekken. Kijk hoe ver die komt. Denk je dat hij het haalt? Ik denk wel dat hij het haalt. Ik denk het eerste deel waar je ziet al dat bruinige, een beetje dat aarde, dat hij daar al misschien iets van moeite heeft. Ik denk dat dat wel het moeilijkste stukje is, die tweede. Want op dat hele tweede stuk heb je zo'n klein stukje stijl. Want we gaan dan helemaal dat stuk wat zeg maar al modder is, want daar gaan mountainbikers volgens mij omhoog. Dus dan mogen wij ook wel omhoog. Oh, dat moet dan wel lukken. Ja, we gaan vol gas, hè. We gaan echt... En dit kan echt wel tegen een stootje hebben gemerkt. Zeker. Dus we gaan kijken hoe krachtig is dat ding. Dus laten we die kant op gaan. Ah, de top. Pas dan op. Nou, ik zie dat hier al aardig op. Jezus. Wat mountainbikers omhoog zijn geklommen. Ik denk dat dit serieus de schapen zijn geweest. Want ik denk dat je hier niet met je mountainbike vanaf gaat. Nee, dat denk ik ook niet. Want dit is wel echt mega stijl. Deze slaan we over. Want ten eerste, die diertjes zijn daar. En dan moeten we daar doorheen lopen rachen. Met al die steens die wegvliegen. Dat willen die schaapjes ook niet. Nee, dan hebben we schaapjesvlees. Dat willen we niet. Tenminste, dat is wel lekker. Maar... Nee, is wel lekker. Willen we het meteen proberen? Ja, we zijn hier met één doel. Hoogtrek. Wat heel moeite. Hij heeft gewoon nu al moeite. Maar besef even hoe stijl dit is. Ik dacht al bij dit is zo stijl. Besef dat dit niet het stijlste is. Aanloopie. Ja, ik zeg vol gas naar boven. Hij gaat... Hij gaat wel redelijk. Nou, dat gaat ook wel goed. Hij gaat wel snel. Ik had het niet verwacht. Je kan echt een beetje spelen dat hij het doet. Nog een keer proberen. Ja, we hebben ook support. Ja, mensen die kijken. Ready? Ja, drie. Gas. Oh. De GoPro. Waar is de GoPro? Ik denk daar op. Kom op, knal hem door. Oh. Ja, die planten, je moet echt om die planten. Oh. Flinke support. Ja, we hebben flinke support. We hebben knop rechts, links, rechts. Kom op. Ah, dit lukt niet. Probeer hem opnieuw. Ja. Leuk dat mensen zo helemaal meeleven. Nou, ik sta op een safe punt. Nou, nee, net niet. Dat wordt klimmen. Ja, we moeten de GoPro ook zoeken. Kijk, Koen, even klimmen. Helemaal de lucht in. Is best stijl. Dit is heel stijl, man. Ja, dat is niet normaal. Dat hij dit al haalt is bizar. Check dit, hoe stijl dit is. Echt, oh, ik kan wel naar boven lopen, maar je ziet niet op camera hoe stijl dit is. Zeg maar, ik sta nu al helemaal prepared. Dit is echt heel vet, want je zoekt echt een weg om naar boven te komen. Dit is echt waar die voor gebouwd is. Maximale eruit halen. Zo stijl had ik echt niet verwacht. Nee, ik ook niet. Zal ik hem naar beneden rollen dat jij hem opvangt? Wat een klap net. Crawling heet dit toch? Of hoe heet dit? Ja, crawling. Ja, nou jij mag hem proberen. Het is haalbaar. Ik ga vol gas. Het is zeker haalbaar. Nou. We hebben een GoPro view. Ja. Hé, maar dit is vet. Dit is live. Ik ga proberen via Hero met een aanloop. Jij gaat echt vol gas. Shit! Zo close! Oh mijn god! Oh shit! Ik denk dat ik... Kan je hem safe, denk je, om erdoor te gaan? Oh. Oh, de GoPro. Perfect! Mooie beelden! Mooie beelden. Nou, de GoPro is beneden. Hé, maar kijk hoe die staat. Gunstig. Als ik zo in het echt sta, dan ben ik doodbang. En dan geef je gas. Nee, je moet via dat paadje. Zal ik naar boven kruipen, dan kan ik het een beetje zien van boven. Oh. Dit valt ook niet zo snel om, hè. Dit is zo bizar, autootje. Ja, zo bedoel je, zigzaggend. Ja, of die route, dat ik boven sta, dan zie ik hem echt naar boven komen. Ja, is goed. Oei, dit is zo stijl. Ben je er klaar voor? 3, 2, 1. Die ging minder. Kom maar. Oeh. Die ligt niet lekker, denk ik. Oh, ik zie hem hier. Hij ligt recht. Hij ligt zo naar voren toe. Dus misschien naar achter. Ik kan hem pakken misschien. Als die brandnetels er niet waren, ging het echt easy omhoog. Ja, bizar. Oh, niks doen hè.
Het is echt niet normaal, hè? Zo. Kijk dit... ook wat de stenen naar beneden komen, hè? Ja. Kijk dit. Oh, wacht even. Deze stenen rollen gewoon naar beneden. Zoveel kracht. Ja, je ziet het misschien niet op beeld, maar... Het is zo stijl. Kijk, het komt gewoon weer terug. Zo stijl. Nou, ik ga boven staan. Full gas trassen. Want jou lukt het 100%. Weet ik zeker. Geloof erin. Ik geloof er ook in, maar die bosjes hadden er niet moeten zijn. Nee. Dus misschien de andere kant, de achterkant is misschien glad. Nee, die is nog meer... Oh, dat is jammer. Zien op de droom. Let's go, Dio! Ja, ja, ja. Oh, naar die kant. Pot. Wat een stof. Ja, kan wel. Zal ik verder naar boven? Kijk hoe wij moeten lopen om omhoog te komen. Dat is echt bizar. Oh, joh. Kijk, nog een klein stukje hier naar boven. Hier zijn geen planten. Flinke drempels. Maar hij haalt het sowieso. Als hier geen bosjes waren, had hij het gehaald. Want check hoe makkelijk hij hem uiteindelijk... Nou. Nou. Ja. Ja. Safe! Wow! Safe! Laatste stukje ook echt. Echt lastig hoor dit. Ja, dit is echt stijl. Ja, ja. Wow. Tweede stuk, knal hem in één keer omhoog. Zo! Het wordt moeizaam, jongens. Bijna. Ja, 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 ja. Ja, als je stilstaat, dan verlies je vaart. Ja, ik kan hier niet door. Ik moet die andere kant op. Naar de rechterzijde. Ja, deze kant. Oh, kut. Wat een kracht. Wil jij hem proberen hier? Ja, goed. Oké, het laatste stukje. En dan hebben we ons level gehaald. Kom op. Oh, door. Ja, 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 daar. Ja. Oh, ik ga kijken. Oh, nee. Oh. Nog een keer, je was echt close. Je was echt close. Komt-ie weer, ja. 3, 2, 1, power. Door, door, door! Door! Je krijgt zo voor je bakkes. Normaal. Ja, die brandnetels fokken het op. Ja! Ja! Door! Hij heeft gewoon Je zit gewoon in een kuil. Hij zweeft. Ja, hangt gewoon op die bodemplaat. Ja! Door, door, door! Nee! Oh, oh! Hey, ik zie misschien hier een betere weg. Via het gras gewoon. Dan zeg ik links, rechts. Want deze is nu helemaal afgebrokkeld. Komt-ie. Yes. Oké. Nou, nou. Oké, hou. Mooi, joh. Oh, ik vind dat dit een safe point is. Klein. Kom op, klein stukje. Nee, dit ding is gewoon... Zet hem recht, hoor. Ja, ja, door, door, door. Ja! Hij is boven. Hij is boven. Met wel hulp. Ja, maar besef, jongen, gast. Dit is hoog. Holy shit. Dit is stijl. Maar, naar beneden. Ja, vol gas. Naar beneden. Dat haalt hij wel. Dat lukt hem wel, maar houdt hij hem echt? Maar... Heel. Dat denk ik wel. Als je gewoon normaal naar beneden gaat. Blijft het leukst. Nou, we gaan beneden. Het is nu tijd om hem naar beneden te rammen. Let's go. Nou, Koen. Ik heb geen idee waar hij staat. We zien hem niet meer. Maar vol gas. Vol gas. Zijn we er klaar voor? We zijn er klaar voor. 3, 2, 1, go. Oh,
Zo, zo. Oh nee. Oh. Mooi joh. Ik heb geen idee. Oh, oh, hij is nee. Beneden. Kijk nee dit. Joh. Kijk dit. Is hij stuk? Nee joh, maat. Kijk hier. Kijk hem. Fuck. Kom gaan. Wow, zag je die jump? Ja, niet normaal. Oh, ik dacht, hier zijn we hem kwijt. Ja, dat dacht ik. Maar, niet maar hier is ook een flinke jump, hè. Dat heb ik niet allemaal gezien. Ja, eigenlijk nog een keer. Ja, precies. Ja. We gaan hem halen. Ja. Sven gaat er nog één keer van de berg beuken. Hij staat daar. Pas op, ik ga via daar naar beneden. Oké, daar komt hij, ja? Ja. Here we go. Bijna niet eens wat aangeraakt. Instant op zijn nek. Oké, okay, drone landen en we gaan kijken. Ja. Ik zie hem liggen. Oh. Wat een steile berg dit. De heuvel. Oeh. Dan is de vraag. Niks aan de hand. Als de GoPro erop staat, was hij stuk. Zeker. De GoPro dan. Pomp hem eens weg, pas op je drone. Niks aan de hand. Ja, niks aan de hand. Wat een kracht. Holy shit. Naar boven en beneden zonder probleem. Gewoon, je kan er helemaal naar boven. En weer naar beneden. Weer naar beneden. Oh, oh, oh. Oeh. Bijna als koffertje. Ik zat daar niks gebreekbaar in. Maar ja. Ik echt ziek. Ik vind dit echt tot nu toe de leukste auto. Het is de beste auto. Je hoort hem ook zo lekker, hè? Oh, oh, kijk. Niks. Kijk, en weer recht. Dit is hem. De modder zit er nog tussen, of het gras. We gaan hem even goed schoonmaken, maar... Hij heeft het weer overleefd. Ja, hij heeft wel even een carbonsview.nl nodig. Hij moet even schoongemaakt. Even precies, carbonsview. Stikketjes zijn mooi, alles erop en eraan. Bedankt voor het kijken. Ik had niet verwacht dat hij zoveel power had. Ik dacht dat hij ons zou keepen. Dat dacht ik ook, maar hij weegt gewoon zoveel. Hij weegt zo zwaar. En besef dat hij die jump ook gewoon overleefd heeft. Bizar, van dat stuk, hè, daar. Volgens mij hebben we dat nog niet eens laten zien, dat hij het overleefd heeft. Hij heeft het overleefd. Hij heeft het overleefd. Helemaal niks aan de hand. Mensen, het is fucking lijp. Bedankt voor het kijken. Later.